Op 18 en 19 april viert Close Harmony groep Confetti en Venray haar 25-jarig jubileum in het Odeon. Omroep Venray nam een voorproefje van hun programma op die dagen. Deze groep is 25 jaar geleden ontstaan. Hoe is die opgericht? Die groep is uit, opgericht vanuit een, een kamerkoor Arabesk toen de tijd. Daar hadden we besloten samen om daarmee te stoppen vanwege de leeftijdsgrens. En toen hebben we met een paar leden vanuit Arabesk een nieuwe groep opgezet. En dat is toen Confetti geworden. Confetti, het klinkt hartstikke leuk. Is het een, een nieuwe manier van zingen wat jullie doen, niet de traditionele koren gebeuren? Het is veel close harmony, het is pop, musical, het is eigenlijk heel breed. Wij zingen eigenlijk ja, alles genres die met lichte muziek te maken hebben, ook jazz en zo. Dus... Wat mij opvalt is dat jullie heel veel zingen uit het hoofd, dus niet uit boeken en zo. Dat is een, een moeilijke opdracht denk ik. Dat is wel zeker, alles moet uit het hoofd. Dus hier wordt niets van blad gezongen, enkel voor het instuderen. En uh, vanuit het instuderen uh, moeten mensen thuis aan de slag met de teksten. Kunnen er nog mensen bij die uh, Animo hebben om uh, Close Harmony te gaan zingen? Uh, ja, voor de dames hebben wij momenteel een wachtlijst. Uh, daar kunnen mensen natuurlijk altijd bij. Maar dan kunnen we natuurlijk nooit zeggen van wanneer er uh, plaats is. Bij de heren kunnen wij nog altijd wel wat mannelijke stemmen gebruiken. En ook deze kunnen zich melden via de site van Confetti. En uh, dan gaan we kijken, mogen ze een paar repetities meekijken. Of ze het wat vinden, wat meezingen. En dan uh, kijken we of dat het matcht. Is er veel animo om bij Confetti te komen? Nou, wij hebben graag mensen, maar wij hebben wel de afspraak dat we met maximaal 20 leden verder gaan. En ja, zoals net al gezegd, we willen heel graag mannen erbij hebben. Want ja, de mannen zijn we nog wat in tekort. Nu organiseren jullie binnenkort een jubileum. Hoe ziet het programma eruit van het jubileum? Nou, wij vieren dit jaar het jubileum in twee dagen. Op zaterdagavond vieren we dat samen met Manoeuvre, een koor uit Weert, een mannenkoor uit Weert. En op zondag dan hebben we een heel uniek concert. Want dan vieren we dat samen met onze eigen familie en vrienden. Die de andere helft van het concert voor, ons, voor, hun deel, voor hun rekening gaan deelnemen. Klinkt speciaal. Kun je een tipje van de sluier lichten? Nou ja, het zijn kinderen van leden. Het zijn broers en zussen van leden. Het zijn leden zelf die gaan zingen, acteren, dansen. Heel divers. Erg verrassend. Wij waren erg blij met de aanmeldingen daarvoor. Jubileum in twee dagen. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Gelukkig wel, dan zouden we mensen teleur moeten stellen. Maar uh, we hebben een beperkt aantal kaarten, omdat het een uh, hele mooie compacte zaal is. Dus uh, snelheid is geboden. Als mensen dit nou zien en denken van uh, ik wil daar wel naartoe, waar kunnen ze die kaarten voor krijgen? Via onze website www.confetti-venrij.nl kunnen ze het formulier invullen en dan zorgen wij dat de kaarten bij de mensen komen. Een uh, close harmony groep die uh, nog eens 25 jaar erbij kan tellen? Als het ons ligt wel en we hopen dat de dirigenten weer uh, krijgen.